Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 34 hier in Mexico. Heb je de vorige video in de Verenigde Staten gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Het kan rechts met het i'tje, klik daarop zodat die video verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. De laatste video's waren heel goed ontvangen. Ongeveer rond de 15 likes, dus dat is goed om te zien. We hebben ook ons doel behaald. We hebben 105 abonnees, dus laten we pushen naar die 150 abonnees. Dus ben jij nieuw, please abonneer voor meer. Ik doe gewoon mijn best voor dit kanaal. Ik wil gewoon mijn best doen en wil jullie zoveel mogelijk tevreden zien te houden. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1 en daar rijdt een rode stip stil. Oftewel, die staat daar stil. Het is Felipe Massa en die is uitgevallen in Q1. In zijn outlap staat Massa stil, dus die moet van helemaal van achteraan beginnen. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar dit is niet goed voor het constructeurskampioenschap. Want daar vechten wij mee met Red Bull Racing natuurlijk. Wij moeten nu de eer gaan dragen voor ons. Kijken of dat wat kan opbrengen namelijk. Lewis Hamilton zet de snelste tijd neer. En wij gaan zo meteen proberen om misschien die plek van hem af te kunnen pakken. We zitten daar iets te ver door bij het stadiongedeelte. Maar dan pakken wij hier de tijd weer goed in de laatste bocht. En dat is de snelste tijd in Q1. 1.14.6. We zijn aanbeland bij Q2. En ik ga mijn tijd neerzetten op de zachtste compound. Op de rode wangen dus. Kijken of wij ook de snelste worden in Q2. Ik ben trouwens wel van plan om componenten te gaan verwisselen in deze grote prijs. Dus als het niet te ernstig beschadigd wordt. Zo niet, dan rijden we hier gewoon de wedstrijd mee uit. Zo simpel is het. Maar je weet maar nooit. Bottas blokkeert ons een klein beetje. In het laatste gedeelte. En dat hindert mij. Wat doet Valtteri Bottas? Die gaat naar binnen. Dus die heeft mij expres geblokkeerd. Wij doen nog steeds naar de snelste tijd een 1.14.7. En aanbeland bij Q3. En het is flink bewolkt te gaan worden. Ik moet trouwens zeggen, ik heb per ongeluk deze grote prijs als een 100% race ingesteld. Dus de race is heel lang. 71 rondes in plaats van 36. Niet mijn bedoeling, maar goed, het is wat het is. Ik kan het ook niet goed breien, helaas. Dus dit wordt misschien wel een extra lange video die ook maar één keer voorkomt. Want normaal doe ik 50% races en dit keer dus een 100%. Neem me daar iets te veel van de baan mee. Sainz zet de snelste tijd neer in 1.15.0. We hebben paars in sector 2 laten noteren. We komen zo meteen bij start-finish. Wat wordt onze ronde dan? Max Verstappen naar de pole met een 1.14.9. En wij naar een 1.13.6. Pakken die plek af. En dat is ook goed genoeg om door te kunnen komen bij de pole position. Sainz weer naar P2. Die jongen zit er uitstekend bij. Op 19e. Norris naar P3. Verstappen naar 4. Hamilton teleurstellend. En Bottas ook teleurstellend. 7 en 9. Wij kunnen trouwens vandaag wereldkampioen worden bij de coureurs. Wat moeten we doen? Winnen en dat snelste race rond de punt pakken. En dan zijn wij wereldkampioen. That's it. Zo simpel is het. En met 72 rondes wordt het een hele lange wedstrijd. Nou, Jeff zegt een hele goede kwalificatie. Dan is het lekker op naar de grote prijs hier in Mexico voor carrière aflevering 34. Daar gaan we dan. Here we go then. It's time to race in Mexico City. A place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid.
And what of the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The professor lines up on pole position, and talented Spaniard Carlos Sainz completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Perez, Leclerc, Daniel Ricciardo, and Hamilton, Gasly, Russell, Norris, and Antonio Giovinazzi. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Stroll, Nicholas Latifi, and Bottas, Lundgaard, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, and Callum Ilott. Mick Schumacher, they've taken a grid penalty. Mazepin, Massa, and Esteban Ocon rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. We're in good position for the constructors' title. There are 3 races left, so we need some good results. We zijn in de race voor het constructeurstitel 3 rondes nog te gaan. Een 4-stopper, soft, medium is de strategie. We kunnen vandaag ook wereldkampioen worden bij de coureurs. Neem extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 34 voor een 100% race hier in Mexico. Ronde nummer 1 van 71 gaat beginnen en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed van onze startplek. Sainz is ook gewoon goed weg. Perez al gelijk. Het is al 3-dik tussen Leclerc, Sainz en Perez. Sainz kijkt naar de buitenkant. Maar daar is geen ruimte. Ook Charles Leclerc probeert het. Maar die vindt daar geen weg. Russell even kort naar P4. Nu helemaal naar P5 toe. Het is een chaos bij de eerste bocht. Maar iedereen is goed door die ronde heen gekomen. Wij dus naar de leiding. Het gat naar Charles Leclerc is al 1,4 seconden. Dus dat belooft heel wat. De race is ontzettend lang. 71 rondes zijn er te gaan. Voor een foutje van mij. Maar goed, dan kan ik niet meer recht draaien. De volgende wedstrijd in Brazilië is gewoon weer een 50% race. Dan zijn er 36 rondes te gaan. Wat eigenlijk hier ook in Mexico hoort. Maar goed, foutje helaas. We hebben daar een slechte exit bij de S-secties. En Charles Leclerc kijkt naar de buitenkant. Maar wij kruisen naar zijn racelijn toe. Schieten hier door. En Leclerc doet daar heel agressief een poging voor de leiding. Raken elkaar. Wij duwen Leclerc wijd. En Sainz naar P2. En gaan zo meteen ronde nummer 2 alweer in. Sainz heeft ook DRS. Wij zetten de snelste race ronde neer met een 1.22.8. Sainz kijkt naar de binnenkant. Lukt dat? Nee, want wij blokkeren de binnenkant natuurlijk. En Sainz kan er niet langs. Ik wil een klein beetje door. En wij duwen Carlos daar gewoon wijd. De snelste race ronde neer zetten wij dus neer met een 1.20.7. En Sainz kijkt met ons mee. Wij gaan gewoon slingeren op dat rechte stuk om te zorgen dat wij die slipstream kunnen breken voor Carlos. Tot nu toe nog steeds de leiding in handen. Er is iets gebeurd op de baan, maar de marshals hoeven niet de baan op. Geen safety car. En Sainz zit heel dicht op onze gearbox. We zetten groen bij sector 1 neer. 3/10 sneller. Dat is goed om te zien. Sainz keek daar wel eventjes. Dan moeten we echt voor oppassen, want de Spanjaard is gewoon snel. We
hebben hier gewoon weer een slechte Essen in Mexico. Maar we pakken wel een gat naar Sainz. Zet er weer groen in sector 2 neer. 17e sneller. Zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Weer bij die S-secties. Oh, klein momentje. En Sainz heeft de leiding veroverd. Wij raken Charles Leclerc en Ricciardo. Doet daar een aanval. Safety car is op de baan. Nee, de virtual safety car is op de baan. We moeten dus een delta gaan aanhouden die goed genoeg is volgens de race director. En Sainz heeft hier wel mazzel mee, want wij kunnen hem niet aanvallen. En ja, toch moeten wij hier wel de aansluiting zien te vinden naar de Spanjaard. Want in Mexico inhalen is wel gemakkelijk, maar er voorbij nog zien te komen, dat is een ander verhaal. Want je kan hier gewoon laat remmen naar iemand. Zo is het dus. BSC op de baan. Charles Leclerc duikt naar binnen voor zijn eerste pitstop van de dag. Een ongeplande pitstop. Waarom? Hij heeft een nieuwe neus moeten gaan halen na een momentje met mij. Delta is nog steeds positief. Dat is goed om te zien. Safety car ending. VSC ending. En we gaan weer racen hier in Mexico. En is het nu gelijk gaan racen, want dan moet je echt mee oppassen, want anders zijn we gewoon de pineut. Ronde nummer 7 is het. En we zitten hier aan de binnenkant te kijken bij Carlos Sainz. Hij gooit daar wel die deur helemaal dicht. Maar wij vinden toch een plekje, schiet er wel compleet door. En Sainz kan achterlangs terugkruisen, jazeker. En hij pakt die leiding terug? Nee, hij pakt die leiding niet terug. Hij nog steeds naar een P1. Perez nu op het podium, P3. Perez moet deze wedstrijd winnen. Terwijl Sainz daar even keek. Had ik niet verwacht. Perez moet de wedstrijd winnen. Dus zelfs race 100 punt hebben. En dan maakt hij nog kans op de titel. Als Perez tweede wordt. En wij winnen de wedstrijd. Met de snelste race 100 punt. Dan zijn wij wereldkampioen in seizoen 2. Dus dat moeten we eigenlijk doen. Weer bij die S-secties. Ik heb het daar o zo lastig. En ga ik iets te wijd. Sainz kijkt daar. Naar de buitenkant. Maar dat lukt niet. We zitten wel. Dus daar moeten wij voor oppassen. We gaan dus zometeen ronde nummer 8 alweer in. 1,9 seconden langzamer. We zitten in ronde nummer 9, groen bij sector 1. Gaan hier weer iets te wijd. En Carlos Sainz kan kijken. Carlos Sainz kijkt naar de buitenkant, maar het is geel. En Carlos Sainz is gecrashed. Carlos Sainz gecrashed. Dat is de safety car die op de baan duikt. Vanwege troep hier aan boord bij Sainz, die heeft daar gewoon een moment. Wil naar de buitenkant kijken. En ja, dan krijg je dit. Sainz uit de wedstrijd. 0 punten nu voor Ferrari. En wij gaan naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Krijg de auto goed afgeremd en Sergio duikt met ons mee. Perez mee naar binnen. We moeten ook een nieuwe neus wisselen trouwens, dus dat gaat wat langer duren dan normaal. Perez is ons gepasseerd. Wij komen terug op de laatste plek. Achter Charles Leclerc. De tweede Ferrari. Sainz dus uitgevallen door een hele rare crash. En nu moeten wij naar de rest zien toe te rijden. Dus Perez, mezelf, Mazepin en Charles Leclerc. Om die aansluiting te vinden. Zodat we weer verder kunnen racen in ronde nummer... Ja, wat is het? 12. We zitten pas in ronde nummer 10 van 71. Nog 61 rondes te gaan. Dus dat duurt gewoon nog even een tijdje. Voordat we er zijn.
En hier is dan die aansluiting met de safety car. En nu moeten wij wakker blijven voor de herstart. Die herstart gaat plaatsvinden in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Een ronde later. En volgens mij rijdt Ricciardo aan de leiding. En wij hebben daar een slechte exit hoor. En dat gaat ons momentum kosten. We proberen hier wel terug te komen. Maar Leclerc gebruikt hier ook slipstream en overtake. En hij rijdt wat van ons weg. Wij zitten gewoon in de slipstream van Nikita Mazepin. En kijken hier naar de binnenkant. Drie dik in ronde nummer 12, bocht nummer 1. En dat lukt gelukkig. De volgende heet dan Esteban Ocon. Die hebben we ook gepasseerd. Ook Perez kijken wij gelijk mee. Die stuurt gewoon op ons in. Raakt onze voorband. Maar dat is geen schade aan beide auto's. En we staan op een P16. De volgende heet dan Callum Ilott. Voor Williams. Hopelijk dat hij het ons niet al te lastig maakt. We rijden gewoon naar hem toe. Kijk maar, we remmen ook zelfs naar hem toe. We gebruiken ook overtakeknop, maar die Williams heeft een Mercedes motor. Hij verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant en hebben hem hier gepasseerd. Alonso kunnen we net niet meenemen, jammer. Ilott dacht daar nog terug te komen, maar het was te vergeefs. En Perez, ja, die doet het slim. Die neemt gelijk zijn kans en probeert ons eigenlijk na te doen. En Alonso is hier dan gezien. Lukt dat hier dan aan die binnenkant? Aan de binnenkant. En jazeker, dat lukt. Het is P14 en Perez rijdt gewoon met ons mee. Daar hebben we dan onze teamgenoot Felipe Massa, die daar gewoon heel agressief bezig is. Wij remmen gewoon veel te laat naar Valtteri Bottas. Ik weet niet wat Massa aan het doen is, want hij is mijn teamgenoot. Waarom doet hij dit? Doet hij dit om zichzelf te bewijzen? Zou ik niet doen, Felipe, anders word je eruit geknikkerd. Bottas is de volgende, maar Felipe Massa doet wel goed om Sergio Perez van zich af te houden. En wij kijken hier mooi naar de buitenkant van Valtteri Bottas. Jazeker, Bottas loopt gewoon te slapen. En wij zijn naar een P12. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Daar hebben we Russell te gaas genomen in ronde nummer 17. Heel veel jongens duiken al naar binnen. Het is geel, want er rijdt iemand langzaam. Dat is volgens mij Charles Leclerc. Die daar bijna stil staat. Is weer groen? Nee, hij valt niet uit. Leclerc niet uitgevallen. Ik weet niet wat hij had. Misschien een momentje dat van blokkeren. Weet ik niet zeker. Maar we rijden nu naar Max Verstappen toe. De lucht is wat bewolkter gaan worden. Daar moeten wij voor oppassen, namelijk dat geen regen wordt. En Max duikt naar binnen. Ook Daniel Ricciardo duikt naar binnen voor hun eerste pitstop. En wij hebben weer de leiding in handen in ronde nummer 18. Dus dat belooft nog wat namelijk. Russell dus naar P2, Gasly naar het podium. Zitten in ronde nummer 31 van de wedstrijd alweer. Nog 40 rondes te gaan in de grote prijs. Het gat naar Ricciardo is inmiddels 19,1 seconden. Loopt verder en verder op. We gaan ronde nummer 32 alweer in. Jazeker, de banden doen het gewoon nog goed. Dat is goed om te zien. Norris en Ricciardo met een dubbel podium voor McLaren. Mogen ze best tevreden zijn. En wij moeten gewoon deze wedstrijd zien uit te rijden. Maar de wedstrijd duurt nog lang. We zijn er nog niet. We zitten nog niet op de helft van de grote prijs. Ronde nummer 33 en we duiken naar binnen voor de medium compound. We krijgen de auto maar net genoeg afgeremd.
Ricciardo op 20,3 seconden, dat zou genoeg moeten zijn. Want ik weet niet of Ricciardo ook naar binnen duikt. Dan komt Gasly op P2 terecht. Complete, go now. En Daniel duikt ook naar binnen. En we komen weer terug aan de leiding. Op de medium compound dus. Ricciardo valt wel ver terug. Ik heb trouwens in deze race geen replaycamera's opgenomen. Waarom? De race duurde gewoon heel erg lang. En ik had echt geen zin om nog replaycamera's op te nemen. Dus hopelijk begrijpen jullie mij. Volgende race in Brazilië komen er wel replaycamera's. Dus dat is goed om te zien. En zo rijden we aan de leiding. Nog steeds. Het Gasly op P2. We zitten in ronde nummer 35 van de wedstrijd. Giovinazzi naar P2. Perez naar P3. Maar die moeten nog naar binnen voor een tweede pitstop van de dag. En wij noteren de snelste race ronde met een 1.17.6. 13e sneller. En als het zo eindigt, dan zijn wij kampioen. Dus dit moeten we nog even 36 rondes zien vol te houden. We zitten dus officieel op de helft van de grote prijs. Dus dat belooft nog wat. Groen in sector 1, een tiende sneller. We blijven gewoon pushen. Om te zorgen dat wij de snelste race 100 punten nog steeds in handen hebben. We zitten in ronde nummer 42 van de wedstrijd. Gat naar Perez is inmiddels 22 seconden geworden. Ongeveer 23 seconden zelfs. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Mick Schumacher. Die hier aan de kant moet. Zet de paars in sector 2 neer. En we zitten alweer in ronde nummer 42. Dus het schiet al aardig op. 15e langzamer, maar dat is geen probleem. We hebben DRS en overtake en slipstream van Mick Schumacher. En we gaan er gewoon mooi voorbij. We hebben nu trouwens een clear pitstop naar Sergio Perez toe. Dus als we nog een keer naar binnen willen voor de softbanden, dan kan dat. Maar de vraag is, doen wij dat? Paars in sector 1, 13e sneller. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 50 van de wedstrijd. Nog 21 rondes te gaan. Een lange wedstrijd tot nu toe. Om op te nemen namelijk. Het gat naar Gasly is inmiddels 50 seconden. Naar Ricciardo is bijna een minuut. En we gaan al jongens op een ronde zetten. Die duiken nu de pitstraat uit. En nog 20 rondes te gaan. Kijk maar, daar heb je ze. Daar zijn de jongens voor mij die op een ronde gezet gaan worden. Geen bandenproblemen op dit moment. Focus op het rijden, zegt Jeff. Ronde nummer 53 is het. Ik dacht 58. En Felipe Massa duikt naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. Hij rijdt ook gewoon mooi in de punten, hoop ik. Felipe is coming in for a stop. Massa naar binnen. Wij gaan de pitwindow bereiken en gaan nog een keer naar de softbanden om dat snelste race van de punt te verdedigen. We hebben gewoon voldoende tijd naar Perez om zelfs twee pitstops te maken. Ronde nummer 55 is het alweer. Daar krijgen wij blauwe vlaggen voor achterblijvers. Dat is volgens mij een Alfa Tauri van Gasly, jazeker. En Gasly gaat daar mooi aan de kant. Hou daar wel naar mij toe remmen hoor. En daar moet hij wel voor oppassen. Want in de vorige wedstrijd in My Team Career Mode, volgens mij was dat in F1 2020, toen werden wij eraf gekegeld door een achterblijver op precies datzelfde punt. Wij reden ook aan de leiding. En toen hadden we als teamgenoot Lando Norris. Dat was in seizoen 6 gebeurd. In ronde nummer 56 van de wedstrijd alweer.
En Esteban Ocon is uitgevallen in de wedstrijd. De Fransman finisht de race niet. Wij hebben daar geen last van. Gaat naar Hamilton is inmiddels opgelopen tot ongeveer een minuut en een kwartier. In ronde nummer 57 alweer. Daar hebben we Valtteri Bottas die op een ronde wordt gezet. Dan is het op naar Lewis Hamilton. Dan Charles Leclerc en dan Ricciardo en dan Perez. Dus de top 6 is allemaal al op een ronde gezet door ons. En paars in sector 2. Daar hebben wij dan achterblijvers. Zijn naam Lewis Hamilton en het is weer geel. En daar rijdt een Alfa Romeo langzaam. Is dat Giovinazzi? Nee, dat is Latifi die daar uitvalt. En Hamilton krijgt hier gewoon blauwe vlaggen. Moet ook aan de kant. Wat doe je, Lewis? Ga aan de kant. Jazeker, dat doet hij. Mooi aan de kant. En er staat nu links bovenin Hamilton one lap. Gele vlag vanwege Nicolas Latifi die daar stilstaat. Is ook uitgevallen. Zit inmiddels in ronde nummer 71. En Charles Leclerc is ook op een ronde gezet. En wij gaan nu de laatste raceronde in. En Perez heeft gewoon een achterstand van een minuut. Zo groot bedraagt het. Drie ronden fuel remaining, zegt Jeff. Daar hebben wij, volgens mij, Nikita Mazepin. Nog een paar bochten te gaan. Nee, ja, het is Mazepin. Ik dacht even dat het Schumacher was, maar het is Nikita Mazepin die op een ronde wordt gezet. Voor Haas, die rijdt nu in ronde nummer 69. Wij met nog een paar bochten te gaan. Gaan zo meteen dat stadion gedeeld in. En wij hebben nog steeds de snelste race van het punt in handen. En dat betekent dat wij zometeen officieel kampioen worden. Mazepin gaat daar mooi aan de kant. Confetti gaat los hier in Mexico. Dit is een groot feest voor ons. Want wij winnen het wereldkampioenschap F1 2021 in seizoen 2. Hebben genoeg punten voorsprong op Perez. De titel is officieel van ons. En dit is heel goed om te zien. We gaan het lekker vieren met mijn team en Felipe Massa. En dit is ongelooflijk. Jeff zegt het ook nog een keer ter bevestiging. Bottas krijgt drive of the day. En gaan ze opmaken voor de grote prijs van Brazilië. And with that, another year of Formula One draws to a close. And the new World Drivers' Champion is declared. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So, Anthony, what made the difference out there today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de wedstrijd. Pakken ook van het resultaat. Bottas kreeg drive of the day. 94 minuten gewoon gespeeld. Dat is gewoon veel te lang. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Maar goed, het is wat het is. Massa pakt toch nog punten. Had ik niet verwacht. Goed gedaan van Felipe. Van P21 naar P9. Knap hoor. Super. Dus ik denk dat Massa gewoon contractverlenging krijgt. Gewoon 4 uitvallers en heel veel mensen op een ronde gezet. 64 punten verschil naar de nummer 2
en 25 punten verschil naar Red Bull Racing. Perez kan het dus niet meer achterhalen. En dit is gewoon uitstekend. Stel, wij winnen de volgende twee wedstrijden niet. Vallen uit en Perez wint de wedstrijd met de snelste race onder punt bij de grote prijzen. Dan zijn wij gewoon kampioen met 2 punten verschil. Maar ik ga deze video beëindigen, mensen. Het zit er officieel op, voorlopig. Want wij zijn kampioen in My Team Career Mode. Dat is goed om te zien. Massa heeft gewoon goed zijn best gedaan, vind ik. We hebben gewoon veel dingen die we moeten gaan verdedigen ten opzichte van de regulatieverandering. Dus daar knokken wij gewoon voor. En ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. We gaan lekker met abonnees. Laten we pushen naar die 120 abonnees. Dat zou vet zijn. Dus ben jij nieuw? Of ken je iemand die F1 leuk vindt en die My Team Career Mode volgt? Zoals Arava, Timothy Marduk. Zeg dan gewoon dat hij ook naar mijn kanaal moet gaan. Het zou gewoon vet zijn als hij gewoon op mij abonneert. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Dan gaan we weer in Brazilië. Tot ziens.